Hij werd geboren op 15 juli 1606 te Leiden. Als het 8e kind uit een gezin van 9. Zijn vader was molenaar. Hij werd genoemd naar zijn overgrootmoeder van moederszijde, Remigia of Rijmtge, Cornelis dochter van Banchem, Rembrandt. Constitutio di urgentium, quacquis dominio alieno contra naturam subicitur.
Servi ex eo appellati sum, quod imperatores captivos fendere, per observare nec occidere solent. Principia vero dicta, quod ad hostibus maluta. Zou naar Amsterdam moeten gaan. Hij kan, daar ben ik van overtuigd, van rijke opdrachten verzekerd zijn. In die verzamelplaats van wetenschap, konsten en allerhande lieden en curiositeiten zou toch niemand kunnen bedenken wat dit jong mens, een Hollander, een molenaarszoon, in één figuur heeft bijeengebracht en uitgedrukt. Eindelijk, als onafwendbaar is de nieuwe meester naar Amsterdam gekomen. Vergeef me als ik stoor, maar ik moet mijn lieve nicht nog voorstellen. Saskia, een echte Friese van Uilenburg. Thank you.
Onze som is de zijne. Hij eist natuurlijk gelijkenis, maar bovenal oorspronkelijkheid. Soberheid. Hollandse soberheid noemt hij dat. Een lofdicht op de kennis van het menselijk lichaam. Dr. Tulp is een fameus chirurgijn en staat in Amsterdam in hoog aanzien. Rembrandt, er wacht een gouden toekomst. Je hebt er goed aan gedaan naar Amsterdam te komen. Voor een goed en oorspronkelijk schilder is hier werk in overvloed. Het is uw eerste opdracht van een dergelijke omvang. Verleden maandag is de Leidse keukenknecht Adriaan Adriaanszoon, bijgenaamd het kind, wegens diefstal gehangen. Zijn lichaam is ons ter beschikking gesteld. Het lijkt mij, gezien de ongeschonden toestand waarin het zich bevindt, uitstekend te gebruiken voor onze anatomische les. Het dient echter snel te worden geschetst. Mijn huisvrouw, Saskia, al 21 jaar oud. En wij pas 3 dagen getrouwd.
Dat gepeins over wat geweest is, maakt haar treurig. Het verlies van 3 kinderen beroert ook mij. Het is net of ze mij gebrek aan aandacht verwijt. Maar ze weet heel goed dat het werk mij volledig opeist, wil ik mij staande houden. Natuurlijk maak ik mij zorgen, ik hou nog steeds van haar. Maar ze moet aansterken. Ik wil een zoon. Geld is duur. Saskia? We moeten een eigen huis hebben. Ik wens niet langer betutteld te worden. En zeker niet door jouw familie uit Friesland. Ik zal ze manen. Te betalen. Je familie laat je groeten. De heren regenten uit Friesland denken mij te kunnen voorschrijven wat oorbaar en wat laakbaar is. Zolang ik niet handel zoals het hen past, weigeren ze mij uw erfenis te laten beheren. Alsof ik als meesterschilder geen rijke staat zou kunnen voeren. Ik koop een huis. Een nieuw huis in de Jodenbreestraat. Daar wordt jouw kind geboren. Thank you.
Ik doop u Titus, zoon van Rembrandt Harmt, zoon van Rijn van Leiden en van Saskia van Uilenburg van Leeuwarden, vandaag 22 september 1641, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Dat de Almachtige God, de Vader van de Heer Jezus, die u herboren deed worden uit het water en de Heilige Geest, en die u blijdschap heeft. Zij recommandeerde haar ziel aan God Almachtig en haar lichaam tot haar christelijke begrafenis. Ze heeft tot haar erfgenaam aangesteld haar pasgeboren zoon Titus van Rijn, nochtans onder voorwaarde dat haar man Rembrandt van Rijn tot het moment van hertrouwen of zo niet tot zijn sterven het volledige bezit en vruchtgebruik van haar na te laten goederen zal behouden. Voorts verklarende dat bij overlijden of herhuwens van Rembrandt van Rijn de ene helft dier goederen zal worden nagelaten aan de erfgenamen van zijn bloed en de andere helft aan juffrouw Hiske van Uilenburg, zuster van testatrice. Al dus gepasseerd te Amsterdam in het jaar des Heren 1642 ter woning van Saskia van Uilenburg op de Breestraat bij Antonie Stuis. In aanwezigheid van Rogge Scharm en Johannes Reniers, geloofwaardig getuige. Dit getuige ik, Pieter Bargman, notaris te Amsterdam, 5 juni 1642. Oh!
Deze brief is van mijn broer Pieter Deers. Ik zelf kan niet lezen en ook niet schrijven. Ik ben Geertje Dirks, weduwe van Abraham Claeszoon, trompetter in Hoorn. Maar ik kom eigenlijk uit Edam. Al de huiselijke zaken wil ik u laten. Maar vooral de zorg voor mijn zoon Titus. Als was het mijn kind. Voorname lieden komen in dit huis. Gedient ze naar behoren te ontvangen en te woord te staan. Gedient u echter van iedere bemoeienis te onthouden. Ook bij mijn werk wens ik nimmer gestoord te worden. Mijn plaats is mij bekend, meester. Gij zegt het. Alles hier heeft haar eigen plaats. En ik wens dat dat zo blijft. Zelfs het verschuiven dient gij mij te laten. Zelfs niet verschuiven. Alles wat het huis u verder biedt is uw loon. Doch bij diefstal zal ik u de toegang onverwijld ontzeggen. Wij willen u zeker niet storen, ijdele heer. Maar misschien komt een later tijdstip u beter gelegen. Wanneer ook maar enigszins mocht blijken dat wij door ons bezoek een werk tekort zouden doen, meester, wij zouden onmiddellijk vertrekken. Het gaat slechts om een kleinigheid. Het kan wachten. Toch toeval. Deed ons hier belanden. We nemen aan dat betaling van de verschuldigde 400 guldens thans geen beletsel vormt. Uiteraard geldt dat tevens voor de vergoeding aan ons. Maar misschien wilt ge niet dat wij u voor een tweede maal op een dergelijke wijze storen?
Omdat u niet reageerde op onze eerdere sommaties, menen wij toch noodzaak te zijn u te overtuigen van de noodzaak de langmoedigheid van onze opdrachtgever niet langer te tarten. Niet langer te tarten. Hoezeer hij ons opdroeg u te verzekeren dat hij u is toegenegen en bovenal respecteert. Daar u voor alles een zeer groot schilder zijt, waar Amsterdam zeer zuinig mee dient om te gaan. Wat zit gij daar, oud wijf, jong te wezen? Wat maakt het gij u aan? De plaats waar gij zit, de kleren aan uw lijf zijn van mij. Gelooft gij, lichtzinnige vrouw, gelooft gij werkelijk op deze manier? Denkt gij mij zo aan u te kunnen binden? Kan ik anders? Of meent gij soms dat ik niet weet wat werkelijkheid of schijn echt of namaak is? Als het gaat, Geertje Dirks. Geertje Dirks, wie is dat? Ik weet het. Ik weet het. Het gaat allemaal om u. Om u! Het gaat allemaal om u! Ha ha ha.
Ik vraag mij steeds vaker af waarom ik niet tegen u kan zeggen, ga weg. Verlaat dit huis. Of zoek u heil elders in Amsterdam of Holland. Je kunt niet zonder iemand die voor u zorgt. Waarom ik u niet wegstuur? Iemand van uw stand behoort gediend te worden en bemind. Wat ge daar ook onder verstaat. Ik wil voor u zorgen en alles doen wat gevraagd. Wanneer je trouwbelofte gestand doet, dan. Hoe kunt ge voor mij zorgen terwijl ge het tegendeel wilt? Soms hou ik van u. Heb ik u nodig? Ben ik bereid te geven wat gevraagd? Terwijl uw hele wezen niet verschilt van al diegenen die mij als een geldbelegging zien. Van alle die door mij bevredigd wensen te worden. Aan wiens eisen ik dien te voldoen. Die het verstrijken van de tijd trachten te paaien met de hang naar succes. Die me altoos voor de voeten lopen. Daar moet ik vanaf. Het gaat mij niet om lof. Nog om eer. Ik zoek enkel de vrijheid. De vrijheid om te zoeken. Ik wil het laten zien. Ik wil laten zien wat ik kan. Ik wil laten zien wat ik vind. Misschien stel ik u ten onrechte gelijk met het konkelende, hebzuchtige en hysterische volk dat zich slechts met zaken wenst te bemoeien die hen zelf niet raken. Ik kan u geen toekomst bieden.
Uw lichamelijke toestand baart mijn zorgen. Daarom schenk ik u bij het vergoed verlaten van dit huis de somma van 150 gulden ineens en nog eens 160 gulden jaarlijks, op de enkele voorwaarde dat ge de kostbaarheden die ik u schonk op naam van mijn zoon laat staan en geen verdere problemen maakt. Ik gun u 14 dagen de tijd. Wegens afwezigheid van gedaagde bij eerste en tweede dagvaarding en daarvoor beboet volgens ordonnantie van 28 augustus 1586 voor de derde maal Geertje Dirks, weduwe, contra Rembrandt van Rijn, vermaard kunstschilder te Amsterdam. Esseresse Geertje Dirks heeft verklaard dat de gedaagde Rembrandt van Rijn haar mondeling trouwbelofte heeft gedaan. Haar ten bewijs hiervan een ring heeft gegeven. Eiseresse verklaart daarboven van hem beslapen te zijn tot diverse malen. Geertje Dirks, weduwe, eiseresse, verzoekt deze kamer gedaagde te verplichten zijn trouwbelofte gestand te doen of anderszins in haar onderhoud te voorzien. Gedaagde Rembrandt van Rijn ontkent aan de eiseresse enige trouwbeloften te hebben gedaan. Gedaagde verklaart voorts niet te hoeven bekennen dat hij bij haar heeft geslapen, maar dat de eiseresse juist zelf een dergelijke valse voorstelling van zaken heeft gegeven der wille van eigen geldelijk gewin. Ten bewijze van het hiervoor door gedaagde beweerde kan worden overlegd een akte van notaris Lombardi te Amsterdam van 28 juni van dit jaar, welke luidt aldus. Geertje Dirks, weduwe ter ene zijde en de eerzame en wijdvermaarde schilder Rembrandt van Rijn. En dan is er nog een verklaring in notariële akte vastgelegd, eveneens voor notaris Lombardi, betreffende de getuigenis van ene Hendrikje Stoffels, dochter van Stoffel Jager, al 23 jaren en afkomstig uit Ransdorp bij Bredevoort. Ook zij is hier aanwezig.
Hendrikje Stoffels is als dienstvrouw van Rembrandt van Rijn al enige tijd in zijn huis woonachtig en bevestigd eveneens. Na gehoorde partijen geven de commissarissen als goede mannen voor de uitspraak te kennen dat voor de eis van Geertje Dirks in zaken Rembrandts trouwbeloften geen voldoende bewijs is geleverd geworden. Desondanks Rembrandt te veroordelen tot betalen van 160 guldens ineens en 200 guldens jaarlijks gedurende de rest van haar leven, onder voorwaarde dat eiseresse onverkort haar testament ten gunste van Titus handhaaft. Aldus hier bij mij gepasseerd op de 23 oktober 1649. Uw houding staat me niet aan. Uit alles blijkt dat ik haar terecht de deur heb gewezen. Of niet? Spreek u uit. Ik ben per slot geboden haar te onderhouden. Waarom zegt ge niets? Uw zwijgen doet mij vrezen dat ge partij kiest. Wat gij doet zal het beste zijn. Oh, natuurlijk. Ik hoor niet anders. Maar ge draait eromheen. Wat laat ik me met u in? Hendrikje Stoffels. Ze zeggen dat ge met hem in het vrijbed ligt. Wat denkt gij? Ge moogt nog meer weten. Zelfs de meester weet het niet. Ik binnenkort in het kraambed lig. Kraambed? Ik wist niet dat geld terug was. Er wachten al enige tijd twee heren. Ik heb ze binnengelaten.
Ik denk dat hij het nou wel weet. Ik ga weer. Notaris van de Piet. Ik zei zojuist tegen uw geachte vriend Six, welke eer het is voor een stad als Amsterdam een zo groot meester tot haar burgers te mogen rekenen. Het goud van uw penseel. Bepaal u. Uit naam van Christoffel Thijs presenteer ik u de rekening van dit huis. Dat u maar liefst 14 jaar geleden van hem kocht. De kooppenningen en de verschuldigde rente zijn inmiddels opgelopen tot 8.470 guldens en 16 stuivers. Hij gelast mij van u prompt de betaling te eisen en u te wijzen op het geduld tot op heden. Bij het in gebreke blijven van de vereffening van deze schuld zullen andere maatregelen worden toegepast, waarvan de kosten eveneens ten uw laste komen. Ik verlang eerst het eigendomsbewijs. U zoekt slechts uitvluchten. Uw eis heeft geen enkele rechtsgrond. Uw zorg is de mijne. Ik zal uw zaak behartigen. Hoe is het, vriend? Schilder des schilders. Overdrijf ik of niet, meester? Hoe is het met mijn portret? Ik ben ermee bezig. Ooit nog wel eens van Geertje Dirks? Zelden. Ze kost me geen geld meer. Het rekenen bent ge nog steeds niet verleerd. Geertje Dirks, die godzijdank voor Rembrandt van Rijn, de grootste schilder die Amsterdam ooit kende, zit opgesloten in het spinhuis de Gouda, alsof hij dat zelf bedacht heeft. Komt ge mij verwijten maken? Jouw eigenzinnigheid zal Amsterdam tegen je doen keren. En ik ben Amsterdammer. Als vriend geloof me doet het pijn op elke hoek te moeten horen alsof het met u gedaan is. Opdrachten lopen terug. Schuldeisers groeperen zich. En bovendien leeft u met een vrouw die niet wilt huwen enkel en alleen omdat u anders de erfenis van Saskia ontglijdt. Zo hoort u. Waar is de tijd dat we uren konden praten over kunst? Over het hoe en waarom der dingen? Hoewel dat voor mij altijd moeilijk praten was. Je hebt me vaak overtuigd met uw prenten. Werkelijk fantastische. Gij dwingt mij altijd te spreken over zaken die zo van mezelf zijn. Dat zich daar geen taal voor leent. Je kent ongetwijfeld de lof op uw schutterstuk. En roemt de vrijpostige eigenzinnigheid. Hoewel men er hier en daar wat meer licht in ontstoken had willen zien. Men neemt de heren critici waarschijnlijk niet serieus als ze er geen kritische noot bij plaatsen. Hetgeen een onmiddellijk verheft boven het kunnen van de maker. Citaat. Zijn donkere partijen zijn nog het beste. Deze man beoogt niets anders dan een ketter in de schilderkunst te zijn. En weigert zijn penseel aan de regelen der kunst te onderwerpen. Schildert hij een naakte vrouw, dan zijn het slappe borsten, verwrongen handen en nepen van worst in het rijglijf van de buik en de kousenbanden om de benen. Nog niet lang geleden zou je hier kostelijk om hebben vermaakt. Uw zorg om mij stel ik op prijs. Constant word ik heen en weer geslingerd tussen wat men van mij verwacht en wat ik zelf het juiste acht. Niemand kan mij het recht ontzeggen te doen en te laten wat ik wil.
Ik weet dat ge zo denkt. Maar wat koopt gij ervoor? Ik doop u Cornelia, dochter van Rembrandt Harmanszoon van Leiden en Hendrikje Stoffeljagers van Ransdorp bij Rembrandt inwonende, vrijdagavond de 30ste oktober 1654, in de naam des Vaders, des Zoons, des Heiligen Geestes. Hendrikje Stoffeljagers, wonende aan de Jodebreestraat. Gedaagd vanwege haar hoererij met Rembrandt. De schilder is niet verschenen. Ze zal voor de derde maal door de broeders van kwartier worden aangesproken. Hendrikje Stoffels, vandaag 23 juli 1654 voor de Amsterdamse kerkenraad verschenen, is voor haar bekentenis dat zij met Rembrandt hoererijen heeft gepleegd, ernstig bestraft en verboden nog langer aan te zitten aan de tafel des heren. Gij bent altijd bezig. Ik kan mijn kleine omstandigheden niet langer verzwijgen. Het is niet mijn bedoeling u te kwetsen. Bespeurt mijn enkel gebrek een gelijkenis? Ik hou van u. Ik bid veel. Ik ben zuinig. Zuiniger kan ik niet zijn. Het is zo hard te bedelen om geld en eten. Gaat het niet goed? Gaat het niet goed? Thank you.
verzoek aan de Staten te Den Haag om boedelafstand te mogen doen, heeft uw schuldeisers verbitterd. Zij hebben de desolate boedelkamer doen besluiten. Niet langer te wachten en onmiddellijke betaling te eisen van al uw schulden. Gij zijt failliet. Het vullen van het ene gat met het andere is echt een zinloze bezigheid. En ik moet aan mijn reputatie denken. Het zijn mijn vrienden wel. En ook de uwe. Maar kom niet aan hun beurs. Uw gezelschap wordt steeds minder op prijs gesteld. Eer u hier te treffen. Excuseert u mee. Onze vriend Six nodigde ons toch niet in zijn buitenhuis om het over het wel en wee van een enkeling te hebben. Het ontbreekt ons toch niet aan gesprekstof. Laten we een dronk uitbrengen op onze stad en op ons aller welzijn. En misschien mag ik dan hopen dat meester Van Rijn alsnog het conterfeitsel van mijn dochter enigszins gelijkend zou willen maken. De meester wil eerst geld zien en dan het Lucasgilde laten bepalen of het gelijkend is of niet. Wie kan er in vredesnaam beter bepalen hoe zijn dochter eruit ziet dan de vader? Wanneer hij schildert zoals het ons belieft, dan kunnen wij hoogstens hem voortdurend lastigvallen in plaats van hij ons. Gij overdrijft, vriend. Het pleit voor de kunstenaar dat hij van zaken geen weet heeft en zijn begaafde hand laat leiden door wat zijn oog ziet. Het is een schande voor de kunst dat die begaafde hand zich niet beter van zijn gave heeft bediend. Wie had hem voorbijgestreefd in het schilderen? Maar ach, hoe groter geest, hoe meer hij zal verwilderen als hij zich niet aan regels bindt.
Laat hem voor zichzelf pleiten. Je weet heel goed dat het niet enkel aan zijn trant van schilderen ligt. We worden overspoeld met schilderstukken. Men kan hem enkel verwijten dat hij zich te buiten gaat aan het kopen van prullaria. Laat hem voor zichzelf spreken. Ik weet het niet meer. Ik heb me niets te verwijten. Tenzij ik geen goed gastheer ben. Rembrandt is een mooie herinnering voor Amsterdam. Laat ons op de toekomst drinken. Op morgen. Op vandaag. Op nu. Cornelia. Hoe is Titus? Goed. Hij is erg in de weer. Over 6 maanden moeten we hier weg. Hij is geen kind meer. Hij is nog even trots op u. Hij kan niet aanhoren dat men slecht over u spreekt. U mocht hem niet teleurstellen. Rembrandt, liefste Rembrandt, wat kan u nu tegenhouden? Der desolaten boedelen hier ter stede daartoe geautoriseerd, bij executie verkopen. De verzameling papierkunst van de voornaamste Italiaanse, Franse, Duitse en de Nederlandse meesters, gelijk dan mede een goede partij tekeningen en schetsen van denzelfde Rembrandt van Rijn. Als mede zijn huisraad en de meubelen en curiositeiten. De verkoping zal wezen. Ten dagen, uren en de jaren als boven vermeld, ten huize van Barend Janszoon Schuurman, waard in de Keizerskroon in de Kalverstraat. Aldus hebben de commissarissen van het raadhuis mij, Thomas Haring, conciërge, geautoriseerd te aanvaarden en de te verkopen. Ja.
Eén boek is zwart leergebonden met de beste schetsen van Rembrandt. De Medea van Jan Six, treurspel. Een landschap van Hercules Segers. 33 stuks antiek handgeweer en blaasinstrumenten. Een klein stuk van de jonge Hals. Twee bonte rokken. Een Chinees bakje met mineralen. Drie manshemden. Mapschetsen van Pieter Lastman met pen getekend. Eén tinnen waterpot. Een proportieboek van Albrecht Dürer. Eén marmer schrijftoortje. Twee moorden, een stuk van Rembrandt. Eén hoogduits boek met oorlogsfiguren. Een lade met paradijsvogel en zes waaiers. Eén vuren tafel. Een Jozef. Uit de Galijn. 20 stuks hellebaarden, slagzwaarden en Indiaanse waaiers. 6 neusdoeken. 3 antieke beelden. 2 koperen printen van Francesco Fanni en Rafael Urbain. Als mede een van Lucas van Leeuwen. Een gesteken tafel. 4 kruisen vuurboven. Een bergachtig landschap van Rembrandt. Een landschap in het goud van Hercules Segers. Een ebbenlijst. Een kerstdag van Jan Liebens. Een bosje van een onbekend meester. Een Socrates, een Homerus en een Aristoteles. Een grote kwaliteit. Horen zegelwassen gietwerk op het leven af de grond. Naar de openbare verkopingen in de Keizersgracht van huisraad, schilderijen en prenten uit het bezit van Rembrandt van Rijn. Bij lange na niet heeft opgebracht om zijn schuldeisers te betalen, hebben de heren, op request van meester Torquinus, curator over de boedel van Rembrandt van Rijn, vandaag verkocht. Een huis en de erven, staande en gelegen op de Sint-Antonius-Breestraat, tegenover Sint-Antonius-Sluis, belend Salvador Rodriguez, erfgenamen aan de oostzijde, en de Daniel Pinto met een gemene muur aan de westzijde. De eigenaar zal uit het huis meenemen 2 kachels en diverse houten tussenschotten op de zolder voor zijn leerlingen al daar opgesteld. Lieven Simonszoon Schoenmaker en Samuel Gerings hebben derhalve vandaag 1 februari 1658 bij Obbot gekocht voor noemd huis voor de somma van 11.218 guldens. Behouden ze bezit van wat huisraad en natuurlijk het gereedschap dat hij nodig heeft om te kunnen schilderen. Dit huis moet in ieder geval binnen 30 dagen worden ontruimd. De Roosgracht is wel niet groot, maar zeer geriefelijk en bovendien is de huur laag. Voor alles is het rustig. Maar ter zake over de compagnie. Ja. Je moet hem vooral duidelijk maken dat tussen Titus van Rijn en Hendrikje Stoffels is overeengekomen een compagnie op te richten in handel van schilderijen, papieren kunst, koper en houtsneden en andere zaken die hiermee verband houden. Enkel en alleen, daar anders alle opbrengsten van zijn schilderij zullen toevloeien aan de schuldeisers, die hem zeker nog lange tijd zullen opzoeken. Ongetwijfeld. Alle schilderijen of prenten die Rembrandt maakt vanaf nu tot zijn dood en geschilderd zijn in het huis aan de Rozengracht, zullen toekomen aan Hendrikje Stoffels en Titus van Rijn, zonder dat hij zelf enige aanspraak, recht of eigendom kan doen gelden op bedoelde counterfeitsels. Het worden geen makkelijke tijden, hoogstens beter.
Titus? Van Dudek is geweest en wilde niet weggaan. Hoe lang bent je hier nu mee bezig? Ze zou haar meer aandacht moeten schenken. Ze denkt meer aan u dan aan haarzelf. Ik kan niet altijd bij haar zijn. Ze is niet goed. Ze verlangt erg naar u. Wat ziet je er mooi uit. Je kijkt zo bedroefd. Je bent ziek.
spoedig huwen. Ze is zo mooi. Lief. Haar vader vertelde over u. Over vroeger. Over schulden. Over geld. En voorwaarden. Ik heb hem gezegd dat het nu beter gaat. Hoe hard gewerkt. Dag en nacht. En ik heb ontkend dat ge nog steeds openbare verkopingen bezoekt. Hij wil dat zijn dochter gelukkig wordt. Ik ook. Vandaag, op deze blijde dag, de 10 februari 1668, zijn voor het aangezicht des heren verschenen Titus van Rijn van Amsterdam, oud 27 jaren, wonende op de Rozengracht, en Magdalena van Loo, oud 27 jaren, wonend op het Singel te Amsterdam, om zich in de echt te laten verbinden. Ik heb hier 2 pijpen. Wat moet ik hen zeggen die u kritiseren en verwijten maken? Uw koopzucht ontneemt mij ieder verweer. U acht zich van alle regelen ontheven. Ge bent zo met uzelf bezig dat al het andere er niet meer toe doet. En wat moet ik? Zeg maar als ik ongelijk heb. Je moet goed voor hem zorgen.
Ik heb u nog zoveel te vragen. Ik zou uren, dagen met u willen praten. Hoewel het eigenlijk onzin is. De gedachte van een ogenblik. Een proberen te achterhalen wat zich niet verbeelden laat. U weet wat ik bedoel, hè? Ik hou van u. Ik wou dat ik dat kon laten zien. Maar dat zou u moeten kunnen. Houdt ge van mij? Hebt ge me gemist? Bent ge al buiten geweest? Ik noem hem Rembrandt. Naar jou.
Ik zoog Utitia, dochter van Magdalena van Loo en Dietis van Rijn. Vandaag, de 22e maart 1669, te Amsterdam.